Kan je eens op zoek naar oorzaken? Nou ja, oorzaken... Ik vind het moeilijker om echt ergens een vinger op te leggen. Dat, kijk, voetbal is het... Ja, het kan ook soms op moment... Soms kan je heel slecht spelen als team zijn en dan win je hem nog in de laatste minuut. En wat we daarvoor hadden, speel je gewoon goed als team zijn en dan zit het allemaal net niet mee. En ja, vandaag is het gewoon niet goed genoeg. En, ja, wat dat aan het licht, ja, ik heb het al benoemd, de duels, de passing, de concentratie misschien. Het was allemaal niet goed genoeg, niet wat er van PSV verwacht mag worden. En dan verlies je zo'n wedstrijd en dat mag niet gebeuren. Terwijl eigenlijk heel Nederland zegt, PSV heeft gewoon nog steeds het allerbeste spelersmateriaal. Ja, maar dat gevoel heb ik ook, dat wij gewoon heel veel kwaliteit hebben in het team. Alleen, ja, dat het nu allemaal er niet even uitkomt en dat het, ja... De afgelopen jaren natuurlijk super is gegaan en dat het nu hebben we tegen ze allemaal. Ja, dat wil je natuurlijk, het kan altijd gebeuren in het voetbal, maar dat wil je natuurlijk zo klein mogelijk maken. En wanneer dat, ja, nu al een paar wedstrijden, wat ik al zei, dan speel je wel goed en dan lukt het allemaal niet. En dan ben je uiteindelijk zaterdag en dan heb je het gevoel van oké, nu zijn we dat doorbroken. En dan ja, verlies je toch deze wedstrijd. En het is helemaal teleurstellend dat de beker is, want dat is ook al iets wat, ja, we hebben twee keer het kampioenschap achter elkaar gewonnen en daar wil je natuurlijk altijd nog voor strijden, maar je wil ook die beker zo graag pakken en dat baal ik ook nog heel erg van. Ja. Ja. Jij noemt ook het succes van voorgaande jaren. Vind je ook dat jullie daarom meer krediet verdienen? Nee, ik vind dat wij, ja, dat is verleden tijd en wij moeten gewoon nu weer laten zien dat wij PSV zijn en weer zoveel mogelijk willen winnen wat we kunnen winnen. En dat, je moet nooit naar het verleden kijken, dat zeker niet. Maar wat ik bedoel alleen mee dat we vorig seizoen natuurlijk ging alles goed. Word je twee keer kampioen met 88, wat is 86 punten of zo. En dat is natuurlijk ook uniek en dan nu moet je gewoon weer strijden als team zijn. Dit is dan de beker, wat ik al zei. En dat is ook gewoon heel zuur dat we dit niet winnen. Want dit is de snelste weg naar een prijs. En die wil je gewoon ook heel graag winnen. Tot slot, Luc. Zou de supporters iets willen zeggen? Nou ja, ik baal gewoon heel erg voor de meegereisde supporters. Die komen hier naartoe en die willen gewoon dat wij goed voetbal laten zien. En als je dat niet, ja, als je zo'n wedstrijd op de mat legt, dan moeten we daar niet tevreden over zijn als team zijn. En dan begrijp ik de supporters ook. En tuurlijk... Ze steunen ons altijd, elke uitwedstrijd, volle uitvak zijn ze er met z'n allen. En dan is het gewoon zonde dat wij niet kunnen laten zien als team zijn. En daar, dat vind ik gewoon heel jammer. En daar moet ik mijn excuus voor aanbieden ook als aanvoerder zijn en als team zijn, denk ik.